Show jullie sup. Wow, oh, oh. Fakka mensen. Wow, deze camera is ook echt wel een klote, maar oké. Vandaag een nieuwe vlog. En ik weet niet of jullie het zien aan mijn gezegde, maar er is net iets heel fucked up gebeurd. Ik ben net van de trap gegaan en ik woon naar beneden gaan om eten te halen. En ik ben gewoon van de trap gevallen en ik ben nog eens door mijn voet gezakt. De video dat ik gisteren heb opgenomen was de video van mijn gebroken enkel. Dus momenteel is het 2 dagen geleden dat ik deze voet heb omgeslaan. Alle dokters in Blankenbergen zitten vol tot maandag. Dus ik ga nu naar het spoed gaan en ik neem jullie mee. En ik hoop daar niks is met mijn voet, want ik kan er nu echt helemaal niet meer op staan. Ik kan niks van druk zetten op mijn voet. En ik ben net gewoon weer door mijn voet gezakt op de trap. Dus ik heb dacht gefokt denk ik. Ik ben echt heel bang. Ik weet niet waar nu gaat gebeuren. Maar toch, welkom bij deze nieuwe vlog. Ik neem jullie mee. Ik hoop dat het niet fokt is. Yo. Van deze trap gaan is nu echt vreselijk. Ik kan geen druk zetten op deze voet. Ik moest steunen op alles, op dit en what the fuck. Ik voel me echt even te gehandicapt nu en ik hoop dat mijn voet niet in het gips moet ofzo. Terwijl dat ik zeker weet dat dat gaat gebeuren, maar oké. We gaan nu met de fiets naar het spoed, als ik nog kan fietsen. Anders ga ik de taxi moeten nemen. Ik ga echt dood van de pijn nu. En het weer is wel ça va, maar ik moet nu naar het ziekenhuis. Hey. Doe duimpje omhoog als je hoopt dat het niet volledig gefokt is. En doe ook een duimpje omhoog als je hoopt dat ze nu mijn voet gaan afzetten. Dus let's go to spoed. Hey. Ziekenhuis van Blankenbergen. Daar is de spoedgevallen ingang. Maar die is pas open na 21 uur. Ik snap het zelf ook niet zo goed. Dus ik ga nu naar de spoed. Ik hoop dat ze mijn voet niet moeten afzetten. Vanaf nu film ik ook alles met mijn telefoon. Want ik heb geen zin om hier binnen te filmen met mijn grote camera. Dus ja, is fucked up. Ik weet ook niet waar ik nu aan het fietsen ben. Ik weet ook echt helemaal niet waar ik ben. En er is fucking veel wind. Heel veel wind. Het is echt fucking veel wind. Het is niet normaal. Ik ben 3 keer bijna omver geblazen toen ik naar hier aan het fietsen was. Zien jullie dat? Dat is fucked up. Dit is echt heel fucked up. En nu moet ik naar spoed, maar ik kan amper wandelen. Hey, super cool. Oké, ik denk dat ik het heb gevonden. Ik voor spoed gevallen en nachtingang. Oké, ik moet aanbellen, maar dit is echt niet zo makkelijk. Ik denk hier. Oh shit. Goedemiddag. Ik ben heel eng door mijn voet. Ik heb mijn voet echt heel fucked up omgeslaan met mijn skateboard en ik kan er niet meer op staan. Dank u wel. Oh shit, hoor. Nice. Ik heb een bandje gekregen met mijn naam op. Wow. Mijn voet ziet er ook helemaal niet zo goed uit. Hij zit heel dik en ik kan hem niet zo goed bewegen. Ik hoop dat ik nu niet dood ga gaan. Ik hoop dat ik het overleef. Oké, ik zit niet graag in het ziekenhuis. Het ruikt hier ook raar en mijn voet doet heel veel pijn. Ja, ik kom heel erg gips rond mijn voet en ik ga met krukken moeten lopen en zo. Dus dat is wel fucked. Ik heb een dikke gebroken enkel onder dat ding. Kutzooi, maar kijk, beter mijn been dan mijn rechterhand of zo, snap je? Ik kan nog alles doen. Met mijn been, dat komt daar goed. Ik zie de krukjes daar al staan, dat wordt ook heel leuk. Even niet skateboarden. Ach, kutzooi, kut enkel, what the fuck. Shout out naar ziekenhuis Blankenbergen. You did a great job. Thanks a lot. Nice gips. Chill. Ja, en toen was het echt gefokt, want toen zat Acid helemaal in het gips. En nu kan ik niet meer, ja, check. Het is kut, het is fucked up, maar het doet me echt niks. Maar het doet me niks. Niks. Snap je? Niks. Oké, misschien wel iets, maar toch niet zoveel, snap je? Het is nog oké. Kan ik hier even zitten? Mag ik even die stoel? Ja, ik heb een paar levensvragen nu. Fuck. Nice. Oké, kan ik even inzoomen? Thanks, nice. Hallo, wat is er precies gebeurd? Mijn enkel was dus waarschijnlijk gebarst of zo. Er zat een barstje in. Toen ik vanmorgen mijn voet verkeerd heb gezet op de trap en redelijk hard van de trap ben gevallen, heb ik hem waarschijnlijk gebroken. Dat is kut. Dat is heel kut. Dit, zo hier, dat dingetje, snap je? Je hebt zo'n stukje aan je voet waar er zo'n hoekje uit zit. Dat is helemaal gefokt. Dat is helemaal gebroken, dat is naar kloten. Daarom kan ik dus geen druk zetten op mijn voet. Omdat, ja, mijn voet eigenlijk gewoon niks zat om steun op te zetten. Ik moet hier nu een week in zitten. Er is een open gips. En dan over een week moet ik terug naar het ziekenhuis. Gaan ze dat openmaken. En dan krijg ik waarschijnlijk een permanent gips. Zo die permanent gewoon een gipsje om me rond te doen voor effjes. En dan, ja. Nu heb ik twee
dikke krukken die ik kan gebruiken om mezelf nog te verplaatsen. Maar ik denk niet dat ik dat ga doen. Want ik bedoel, wat de fuck kan ik hiermee doen? Helemaal niks. Ik kan ook niet fietsen, denk ik. Ik kan het misschien wel een keer proberen ooit. Ja, en voor de rest, welkom bij de nieuwe vlog. Wat ga ik vandaag nog doen? Testen hoe het is om op de trap te gaan en hoe het is om te wandelen met deze krukken. Dat is sick. Dat is heel cool. Ook ga ik een pikvis steken op mijn gips. Want dat wil ik al heel lang een keer doen. En daarom heb ik nog nooit de kans gekregen. Dus ik ga eerst een pikvis steken erop mijn gips, want misschien helpt dat heel veel om het sneller te laten teruggroeien. Oké, nu is de vraag nog, waar de fuck is er een alcoholstift? Geen alcoholstift, dat is gefokt. Dus dames en heren, ik leef nog. Mijn voet leeft ook nog half. Ik vind het wel stoer. Dat is wel iets dat nog moest gebeuren voor mijn 18e verjaardag. Nog eens mijn been in het gips hebben. Dit is de allereerste keer dat mijn been in het gips zit. En mensen die al heel lang mijn filmpjes kijken weten dat ik ooit eens mijn arm heb gebroken. En dat ik toen ook filmpjes maakte. Maar die video's heb ik verwijderd omdat ik die belachelijk vond ofzo. Het is jammer dat dat niet meer online staat. Want toen probeerde ik op Black Ops 2 nuclear te halen met een gebroken arm. En nu heb ik een gebroken been. Dus misschien moet ik gaan skateboarden met mijn gebroken been. Kutzooi. Wel een keer een heel andere vlog. Het is de gebroken been vlog met Acid. Dus het is wel leuk, is wel speciaal. Wat ik vandaag nog ga doen, geen flow idee. Het is redelijk mooi weer, dus misschien kan ik een beetje aan mijn tuin gaan liggen ofzo. En er is niemand thuis. En voor de rest ga ik gewoon hopen dat ik niet nog eens van de trap val ofzo. En met deze krukken van de trap gaan, dat is niet makkelijk. Dat is fucked up moeilijk. Is uiteindelijk wel clean. En de persoon die mij in de gips heeft gestoken, was ook een van de mooiste verpleegsters dat ik ooit heb gezien. Dus thanks voor dit super mooie gips. Wow, het is clean, het is hard en het is nice. Misschien moet ik toch gewoon een skatevideo maken. En gaan skaten met dit gips. Show jullie support. Wow, kijk, sorry. Show jullie support in de comments. Want mijn gips is de terugkeer van de pikvis. Snap je, door dit ding komt de pikvis gewoon terug. Al mijn kijkers uit België en misschien ook een paar uit Nederland hebben op dit moment examens. En die pikvis is dan ook gewoon een teken van, yo, die examens, die leerkrachten, al die shit dat ik moet leren, het doet mij helemaal niks. Leerkrachten denken dat we halve dagen school nodig hebben omdat we veel moeten studeren in de middag. Maar eigenlijk studeren we maar 1 uur per dag. Dus boeit het echt niet dat we halve dag school krijgen. Het doet ons niks. Dit doet me ook gewoon echt helemaal niks. Misschien een klein beetje, maar eigenlijk doet het me niks. Ik weet alleen niet wat ik nu nog moet doen. Ik ben wel nog gefokt. Ook een moment voordat ik naar het ziekenhuis ben gegaan, heb ik heel veel ruzie gehad met mijn mama. Over YouTube en zo en over alles wat er aan het gebeuren is. Want op dit moment, ik weet niet wat het is met YouTube, maar de inkomsten zijn echt gefokt. En iedereen die ja, filmpjes maakt en die een beetje niet zo de typische YouTuber is, die kijkers oplegt en campagnes doet en jullie proberen dingen aan te smeren die wack zijn. Ik verdien nu ook gewoon geen geld. En al mijn geld gaat op aan kleren en ik ben gewoon super scared. En ik heb nu ook 25 euro moeten betalen om die krukken te kunnen huren van het ziekenhuis. Dus om een beetje meer geld te verdienen, ga ik waarschijnlijk merchandise verkopen. Maar niet zo'n wack merchandise die kapot gaat als het 1 keer was. Het wordt iets heel vet en daar ga ik jullie zo meteen iets van tonen. Een kleine sneak peek van hoe mijn merchandise eruit gaat zien. Dan moet jullie maar laten weten in de comments of jullie het zouden willen. Of dat jullie zeggen van, yo, hey, zit rot op met je stomme kut merchandise. Het boeit ons helemaal niks. Maar laat me zeggen dat de pikvis sowieso terug is. Het is de coolste vis die ooit gezien is op deze planeet. En het is tijd dat we deze vis terugbrengen in België. Hoe meer pikvissen, hoe groter de kans dat iedereen er gewoon door is voor zijn examens en dat gewoon safe is. Steken de pikvis overal. Is er een vriend van jou die ook een arm heeft gebroken? Steken de pikvis op zijn gips. Zijn er plekken op jouw school waarvan je denkt, wow, hier is het echt kut? Steken een pikvis. Ik weet dat er heel veel mensen van jullie zijn die nog in de pikvis army hebben gezeten. En het is tijd dat we die army gewoon terugbrengen. Ik weet dat dat het cringieste ooit is, maar doe het gewoon. Want als je dan op een andere plek komt, ergens in België of in Nederland of ergens in een ander land, en je ziet daar ineens een pikvis staan, dan weet je dat je niet alleen bent. Dan weet je dat je niet de enige bent die door de kutste periode van je leven gaat. Dan weet je dat die pikvis er is om jou te helpen. Dus stuur mij jullie vetste pikvissen door naar dit e-mailadres vandergunst.nathan@gmail.com. En ik ga in elke video de coolste pikvissen in de video tonen. Zoals ik vroeger ook deed met pikvissen van de dag. Zo kan ik jullie ook gewoon shoutouts geven. Stuur jullie pikvissen op naar mijn adres. Geef jullie pikvissen aan mij als jullie mij zien in het echt. Neem een tattoo van een pikvis. Dat ga ik misschien doen. Dat is wel cool. En laat zien daar wel een fucking. Ja, snap je? Want ik ben niet zo'n typische YouTuber die gay campagnes doet om daar geld mee te verdienen. Ik leef in het scare leven. En ik ben naar een festival geweest. Kijk, dat kunnen jullie hier zien. Het is heel leuk festivalbandje van het festival Gebroken Enkel 2017. Het was een heel leuk festival, het was een heel leuk feestje. Ik ben net terug, de locatie was in het ziekenhuis van Blankenbergen, het was geweldig. Dus dames en heren, jullie weten wat jullie te doen staat. Kan dit niet alleen, snap je? Ik kan niet alleen de pikvis terugbrengen. Ik heb jullie nodig, I need your help. Dus nu ga ik, oké. Okay. Kijk, ik kan er een beetje op lopen, maar dat is gewoon puur omdat dat gips wel een beetje ondersteunt, maar het doet fucking veel pijn. Nu voor de mensen die een beetje geïnteresseerd zijn in
wat ik op mijn merchandise ga zetten. Het is een design dat al een jaar op mijn computer staat, maar ik al lang niks meer mee heb gedaan. En ik weet, op mijn computer ziet het er misschien een beetje wack uit. Maar dit ga ik redelijk klein hier op t-shirts en truien laten borduren. Niet super groot, niet op de borst, niet super klein. Echt gewoon hier laten borduren. Waar dus voor gaat zorgen dat mijn merchandise niet zo super goedkoop gaat zijn, maar ook niet duur. Ik denk dat dit ongeveer met mijn verjaardag of toch iets voor mijn verjaardag gaat uitkomen. Dus spaar al jullie geld. En zeg tegen jullie ouders als je erdoor bent voor je examen dat je gewoon een A-shit shirtje wil. Gewoon een A-shit shirtje. Geen Snap King shirtje, geen Armoise Rijt shirtje, gewoon een A-shit shirtje. Ik ben net weer op de trap moeten gaan met dit ding en ik moest mijn camera zo meenemen. Maar dat was het moeilijkste wat ik ooit heb gedaan. Ik denk dat ik echt dikke spierballen ga kweken, maar dat ik echt gewoon een bodybuilder ga worden ofzo. Het chille is wel dat mijn arm niet gebroken is, dus ik kan nog altijd gewoon op mijn computer werken. Ik kan nog altijd gewoon video's opnemen. Dus nu ga ik gewoon even een video bewerken en misschien nog een beetje fingerboarden. Want nu kan ik dus helemaal niet meer skateboarden. Ik ga waarschijnlijk wel een video maken dat ik met mijn krukken naar het skatepark ga. En een skatevideo maken dat ik probeer te skaten met dit ding. Waarschijnlijk helemaal fout gaan gaan, maar oké, kijk, we kunnen hem al proberen. Deze shit aan mijn been gaat mijn video's niet in gevaar brengen hoor. Ik ga nog altijd gewoon een YouTuber blijven. Dus bedankt om te kijken naar deze video. Vond jij het nu leuk? Smash je zeker een duimpje omhoog. Ik hoop dat alles goed komt met mijn enkel en dat ik niet dood ga ofzo. En ik hoop dat jullie het leuk vonden. Dus ik ben Acid. Tot de volgende keer. Bye.